Hey mensen! Als je op school zit, is de kans groot dat je ooit op schoolkamp gaat. En dit zijn 10 irritaties tijdens schoolkamp. Piep, 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 piep. Oh, ja. Hey, sorry voor de vertraging. Mijn matras is 4 keer van de fiets gevallen. Waarom neem je dan nog een matras mee? Ik heb nogal snel last van heimwee, dus ik dacht ik neem mijn eigen matras mee. En mijn knuffels. Dit is Masterbeer. Oh, en niet te vergeten, deze spraakmemer van mijn ouders die beneden ruzie aan het maken zijn. Dan val ik altijd rustig van de slaap. Oké. Okay. Ja, 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 jongens, het is zover. Schoolkamp! Hebben jullie ook zo zin in een paar nachtjes zonder vrouw en kinderen? Ja! Maar voordat we er zijn, moeten we eerst een klein stukje fietsen. Gelukkig. 2,5 uur. Wat? Maar jullie hebben geluk, want we hebben de wind in onze rug. Ik heb een elektrische fiets van mijn ouders gekregen. Ja, ik ben Marie Claire en ik heb een elektrische fiets van mijn ouders gekregen. Moet ik ook mee fietsen? Ja, maar natuurlijk Pieter, jij fietst ook gewoon mee, hè? We doen dit met z'n allen. Dus ik zou zeggen, hop hop die fiets op. Toch met de matras. Welke kant was het? Ja, die kant op. Die, okay. Ja, gewoon blijven fietsen. Ja, oké. Okay. Ja, rechts gaat inderdaad voor. Hartstikke goed opgelet. Oké, okay. Nou ja, denk die kant, die kant. Ah. Zo, ja. Oh. Zo vervelend dat je haar echt totaal door de war gaat tijdens het fietsen. Op mijn vorige school had ik hier geen last van. Toen ging ik met de hele klas uit Dubai. Dubai. Welkom, welkom. Wat goed dat jullie er allemaal zijn. Beetje sloom, dat wel. Maar dat gaat allemaal goed komen, denk ik. We gaan zo meteen echt beginnen. Maar jullie mogen eerst allemaal een bed gaan uitzoeken. Zal, zal ik. Kom, kom, kom. Rick, go, 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 go. Dat is balen, Dylan. Jij slaapt onder Ben. En je weet hoe ze hem noemen. Nee. Niet? De legende gaat dat Ben altijd al een klein probleempje heeft gehad. Na zijn geboorte wist hij zijn bed niet meer droog te houden. Dat is normaal als je klein bent. Sssst. En toen zijn vader een keer zelf na het urineren in het toilet viel en overleed. Dit is echt een bullshit verhaal, Rick. Kreeg Ben een enorme angst voor toiletten. Of met een moeilijk woord, toiletangst. Sindsdien is de enige plek waar hij nog plast in zijn bed. Het schijnt zelfs dat hij in plaats van een waterbed een bed heeft dat compleet gevuld is met zijn eigen urine. En daarom noemt men hem Bed Plas Ben. En daar slaap jij nu onder. Oh. Oké. Okay. Nou jongens, het is tijd voor een groepsactiviteit. Iets waar jullie allemaal heel erg moe van gaan worden. Zodat jullie vannacht allemaal jullie mondje houden en ik een nacht kan doorslapen zonder mijn vrouw en kinderen. En dit is het! Dit is de beste dag van mijn leven! Ja, zo, dat is wel nice, man. Oh, ja, nee, niet dat gaan we doen. Nee, dat is voor een andere school. Nee, wij gaan dat doen. Nou, hè, dat mag wel iets enthousiaster. Waar kijken we naar? Kijk nou eens goed, kijk naar de grond! Ja, Sudoku! En Pieter, speciaal voor jou. Kijk maar even goed. Heb ik er eentje gemaakt in braaien? Braaien. Geniet ervan. Ga lekker zitten. Eventjes die hersenpannetjes trainen, hè? Veel plezier. Nou. Leuk, hoor. Oh, joh, die van mij is echt moeilijk.
Rick, dat is de inhoudsopgave. De inhoud? Ik vind het nog steeds zo bizar dat er zoveel getallen in zo'n hokje passen. Ik vond het misschien ook wel leuker dan die wipeoutbaan. Jij bent een gek. Oké, mensen, het is tijd om heerlijk te gaan eten. En dat is gemaakt door... Anita. Anita, die werkt hier. Maar hiervoor kookte ze bij... Oh, ik heb hiervoor nergens gekookt. Ik heb bij mijn sollicitatie gezegd dat ik van kook hou. En toen werd ik aangenomen. Ja, bij een sterrenrestaurant dus, hè? Ja. Heerlijk. Lekker eten. Smakelijk. Oh, macaroni. Dat bestel ik ook altijd bij de Chinees. Lekker. Gadverdamme. In Dubai kregen we kreeft met kaviaar. Ik ben Marie Claire. En ik eet kaviaar. Wat is dat? Ziet er lekker uit, zeg. Ja. Op hop van zee. Gadverdamme, jongen. Het is echt ranzig. Ik heb 5 jaar lang uitgekeken naar schoolkamp en nu sta ik hier. En ook nog eens met een kapotte afwasmachine. Ja, gaaf hè. Nooit gedacht dat ik zoveel afwas zou mogen doen. Dit is echt een droom die uitkomt. Een nachtmerrie, bedoel je? Hier moet je zien, al die aangekoekte resten. Ah. We kunnen Ben vragen of hij over de borden heen plast. Dat werkt goed tegen aangekoekte resten. He? Als ik klaar ben met poepen, dan plas ik ook nog allemaal die restjes. Ik hoef dit verhaal niet te horen, Rick. Hoe lang gaat dit duren, man? Moet je al die borden zien? Ik heb een idee. Dan zijn we zo klaar. Dat is toch niet weer zo'n raar idee van je? Nee. Zo, klaar binnen 1 seconde. Ja. Weer een raar idee. Hey, doe je. Ga even checkjes fixen. Ik heb die bomen, maar ook het donker. Ik heb de mooiste prijs op de bomen. Tijdens mijn vorige schoolkamp kwam Lady Gaga optreden. Het was het wel donker tijdens het kampvuur. Marie Claire, het is nu zomer. En dat betekent dat het pas laat donker wordt. En dan liggen jullie allemaal op bed, hè? Goed, ik denk dat het tijd is voor het leukste onderdeel van het schoolkamp. Wie van jullie heeft er nog een... eng verhaal? Ik heb wel een verhaal. Het gaat over een klas tijdens schoolkamp. Ze zaten om het kampvuur heen. In de klas zat onder andere een meisje die prachtig kon zingen. Een jongen die altijd dezelfde kleding aan had. En een jongen die niet kon zien. Het was muisstil, totdat op een gegeven moment een raar geluid kwam uit het bos. 1 leerling schrok zo hard dat hij een scheet liet. Dylan, volgens mij gebeurt het echt. Rick, er is altijd een eng geluid uit een bos. Maar hoe verklaar je de scheet dan? Maar het werd nog erger. Want er kwam een man met een masker en een kettingzaag het bos uit. Een leerling schrok zo erg dat hij weer een scheet liet. Zie je? Oh, dat was mijn schouder. De man met de masker liep op de groep af en zei... Ik ga een kind meenemen. Niet mij, niet mij. Ja. Hé? Hij doet het niet. Kom op. Wat is dit nou? Oh, moet in stopcontact. Nou, dan niet. De man uit het bos keek goed rond wie hij mee ging nemen. En dacht na... Wie heeft het lekkerste bloed? Zij! Neem haar! De man nam het meisje in de slaapzak mee het bos in. Enkel de haarklip van het meisje werd nog teruggevonden. Nou, laten we naar bed gaan. Jongens, iemand nog iets lekkers? Een delke? Nee, thanks. Ik heb geen honger. En ik heb zin om te gaan slapen, ik ben kapot. Maar voordat ik ga slapen, ga ik nog even plassen op het toilet. Dus voordat ik ga slapen, ga ik plassen op het toilet.
weet wat er altijd gebeurt op schoolkamp, hè? Degene die als eerste slaapt, die wordt geprankt. Ik denk niet dat ik de eerste ga zijn die gaat slapen. Ik ook niet. Kijk wel uit. Hey, nee, ja, kom weg, man. Nee, kom weg. Wat zit jij nou hier? Zit je nou aan mijn kont? Rick. Rick. Hey. Rick. Kan dat niet wat zachter? Zo kunnen we toch nooit slapen? Jongens. Jongens. Rick slaapt. Nu kunnen we hem pranken. Misschien kunnen we met plat... Ha! Huh? Plat de hand op zijn gezicht slaan. Ah ja, leuk idee, maar ik heb wel wat dingen bij me. Kom jongens, kom. Ren. Pieter. Jij. Pieter. Stop. Laat maar. Op steen. Vind je mooi? Ja. Mooi. Je ziet er helemaal niks. Oh ja. Ben, doe normaal, jongen, Ben. Stop. 1, 2. Hé? Hoe kan... Ja, wat gaan we nu wakker? Ja, kom. We gaan gewoon slapen. Ben, zie je nog even naar het toilet? Ja, wakker worden! Ja, we gaan beginnen! Kom maar! Ja hoor! Komt u maar! Hup, uit de veren! Nee! Nee, Ben! Nee! Geprankt! Dan krijg je ervan als je als eerste slaat. Ik zei het toch! Sukkel! Sukkel! Jongens, kom snel! Kom! Moet u het hem vertellen? Goedemorgen allemaal! We gaan ochtendgymnastica! Hebben jullie een beetje lekker geslapen? Mooi. Heerlijk! Ik in ieder geval wel. Echt fantastisch. Zonder zeurende vrouw aan mijn hoofd om 7:00 in de ochtend. Die zegt dat ik mijn zoon moet aankleden. Overdreven gedoe. Ik bedoel, dat kan die heus wel zelf. Hij is inmiddels al 2, dus... Ja, het moet wel heel erg dringend zijn. Wil je me op dit moment gaan storen? Wat? Ik kom er meteen aan. Oh jee, jongens. Ik zal jullie moeten verlaten. Want Paco, mijn hond, is zojuist aangevallen door een zwarte kat bij ons in de straat. Kan ik misschien iemands fiets lenen? Wacht even. U was toch zelf met de fiets? Ik pak die wel. Ja, oké. Okay. Oké, jongens, ik neem het over. Volg mij. Oké, daar gaat-ie, hè? Huh? Ja, jongens, even rekken, jongens. Oeh, heerlijk. Ik ben helemaal schoon. Je hebt nog... Ja, laat maar. Wat een geweldig schoolkamp, hè? Vond je niet? Fantastisch. Ik vraag me af of Marie-Claire nog ooit terugkomt. Ja, dat weet je niet, hè? Dat weet je niet. Ik hoop het niet. Kan ik haar fiets gebruiken voor de terugreis? Hey, hoe waren de douches? Ja, heerlijk! Perfect op temperatuur! Auw! Oh, dit is heet! Oh shit, ik verbrand levend, man! Oh, dit is super koud! Ik bevries! Hey, weet je wat? Je mag deze wel gebruiken, die is perfect! Ah, thanks. Nee! Ik ga thuis wel. Ik denk niet dat ze nog komt. Oh. Nou, wat een schoolkamp, jongens. Fantastisch. Kijk wat snel gaat! Rick, wacht! Ik wil Sam, jongens! Help! Jongens, we moeten echt snel weg hier! Waar zijn jullie, jongens? Waar is mijn fiets? Hey, verwend nest! Een schoolkamp hoort niet ziek of duur te zijn. Het gaat om de gezelligheid en de liefde voor elkaar. Dat is toch prachtig? Jullie hebben geluk, want er komt een auto voorbij, dus deze gaan we nog een keer doen. Ja! De eerste? Oh, wacht. Ik moet nog niet.
actie. Kom, doe mee. Oké, wacht. Nog even die laatste zin. Ja? Dylan, stop.